Het was een jaar vol verrassingen. Landen gingen failliet of aan het infuus. Er waren bankschandalen en falende politici. Op de verjaardag van de Goedheiligman, in de donkere decembermaand, waarin altruïsme en eerlijk zullen we alles delen in hoog aanzien staan, brengt de redactie van Tegenlicht u een strooigoeduitzending. In ons rijke archief gaan wij op zoek naar de overlevingsstrategieën van de nieuwe mens die uit de puinhopen van de crisis zal opstaan. Sluitingsdatum is nog altijd december. Eind december. Maar er zijn, naar ik gehoord heb, 4 mogelijke investeerders die geïnteresseerd zijn. Maar in hoeverre, wij gaan dat pas allemaal geloven als het ondertekend is. Iedereen die dat in de fabriek begint, krijgt een nummer. Dat is een tiknummer vroeger. Dat komt van de tijd van de tikklokken. Dan had iedereen zijn kaart met daar zijn nummer op. En dan staken die in bakjes en dan kostte dus zien welke nummer van u was. Dat moesten die pakken. En vandaar komt eigenlijk heel dat systeem van tiknummers. Ken dat met wie of u een tiknummer? Dat zal wel zijn. 45.423. Die hangt hier zelfs in mijn oor. Waarom? Dat is al lang vooral, maar mijn grootvader die had ooit koeien. En als kleine jongen heb ik die mee mogen op stal zetten en mee mogen melken. Ik vond dat altijd zielig voor die beestjes. Dat die allemaal met een nummer rondliepen. Maar eigenlijk, in de fabriek zijn we ook allemaal met een nummer. En het zijn we eigenlijk ook allemaal mogen gewoon koeien. En als staat is voor te slachten, dan wordt er geslacht. Het is nooit een heel fabriek. Dat is de realiteit. Dat is de economie. Wanneer in 2008 de financiële crisis zich in volle omvang openbaart, blijkt niet alleen dat Tegenlicht die crisis al jaren in verschillende uitzendingen heeft voorspeld, maar beseffen we ook dat het nu nog belangrijker is om nauwgezet in beeld te brengen wat de consequenties hiervan zijn voor u en voor mij. Al jaren leken we alleen nog maar een homo economicus, de ons welbekende calculerende burger. Maar is dat werkelijk de condition humaine, dat wat een mens tot mens maakt? Nu alles verloren lijkt en het failliet in zicht, is het hoog tijd om op zoek te gaan naar de onvermoede krachten die we nog over hebben. Of te onderzoeken welke reserves we nog kunnen aanboren. Any donations, ma'am, to the firefighters, Los Angeles County Fire Department. Any loose change, quarters, anything else, ma'am? The fire department needs money? Yes, ma'am. We're suffering through the massive budget cuts. LA County, LA City, basically anywhere in California. All money's welcome! There's lack of equipment. We're cutting back. I mean, would you like to have a house burning and nobody come and save you? Yeah, it wouldn't be too good. I'd like to donate. Any donations? Wanneer de brandweer met de pet rond moet gaan, lijkt iedere notie van een samenleving verloren. Hoe is dat zover gekomen? Er was een continent dat herrees uit de as van de Tweede Wereldoorlog. En ervan uitging dat door samen te werken en solidair met elkaar te zijn, ze nog lang en gelukkig zouden leven. En dat voorspoed hun ten deel zou vallen.
Nederland zelf speelde een bepalende rol bij het invoeren van de euro. En het was onze eigen Wim Duisenberg die de Europese Centrale Bank de eerste jaren mocht leiden. We hebben bepaald invloed op het handelen en denken van marktpartijen, van alle mensen. En ik zou dat geen macht willen noemen, maar invloed hebben we zeker. Überrascht war die Börse von Duisenberg, der den Euro stark redete. We have decided to reduce our key interest rates by 50 basis points. De Europese Centrale Bank heeft zijn belangrijkste rentetarief verlaagd met 0,5%. So, now let's have another look at the rates. Jongen. Omhoog gespoten. Dat is ook weer niet de bedoeling. Hoe voelt dat? Dat voelt dat we goede beslissingen genomen hebben. En dat we in ieder geval het vertrouwen genieten van de markten. Dat is een overweg. Die werkt positief uit op de wisselkoers. Maar wat mij betreft is hij nu al hoog genoeg. Nou, nu mag ik wel even roken, hè? Maar spannend is het zeker, ja. Nou ja, dan heb ik weer een maand om bij te komen. Alles leek aanvankelijk zo overzichtelijk. Maar ook toen waren er al sombere voortekenen. Jim Rogers, beleggingsgoeroe, groot geworden met beleggen in grondstoffen en al jarenlang een graag geziene gast in Tegenlicht, voorzag bij de invoering van de euro al wat komen ging en nam vroegtijdig maatregelen. I would like to see the ones you have. Yeah? I want to buy several coins. Yeah. Just a moment. Okay. I've come to buy these euro coins. See, I don't think the euro is going to work. I think it's going to fail. But if you want to make money in the euro, these will be great collector's items someday, because if the euro fails and it falls apart, nobody has a similar economy. They all fake the numbers. That's right. They fake the numbers. You know, the Italians came up with they've always faked their books. The French came up with a set of phony books. It was so phony, even the Italians were stunned. They couldn't believe what the French did. And then when they recovered, then they went, the Italians said, well, we can do one better. So the Italians came up with a phony set of books. Yeah. Everybody has a phony set of books. So the first samples from the French Mint. Okay. I would definitely want those. Yeah. It's about 6.555. Perfect, perfect. Yeah, yeah, I definitely want one of these. I would like, I'll have all of these. Okay. So if you want to make money in euros, buy these things. Put them in, give them to your children, your grandchildren, slip them in your pocket, because someday they're going to be worth a vast amount of money, a whole lot more than French francs. We can all be altruistic and say that people don't care about money or don't want money. There are some. You know, there's always the holy man, you know, and there's always the mystic, who don't really care, and there's always the poet. But out of 1,000 people, that's only 3. Voor die 997 anderen leek het geld aan de bomen te groeien. Met weinig inspanning werd ons allen een comfortabel leven voorgespiegeld. Maar binnen ons financiële systeem ontwikkelden zich de eerste tekenen dat er zaken fundamenteel niet deugden. Zoals ons door deze voormalige quant en Wall Street insider verteld werd. Die nu oesters is gaan kweken voor zijn prettige buitenhuis op Long Island. They really haven't grown that much. I may not make it till Christmas here. People wanted to believe that everything was always going to go up. I think they were blinded by the amount of compensation that they were getting every year. They're clean. They're clean. Yeah, yeah. Oh, lucky me. Yeah.
No, don't bother. I mean, these are huge numbers. To make millions, $5 million, $10 million, that's a lifetime's worth of money. You don't ever need to work again. And everybody wanted that. You know, I could quit working. This year, I made enough money. In 1 year, I'll never have to work for the rest of my life. And that was the goal of everyone, it appeared to me. Making a lot of money is like taking a drug. You feel good head to toe. It's like, it is very similar to a drug. When somebody hands you $1 million check or a $5 million check, you want more. Yes. Oh, if I'm making $5 million, I should be making 50 because I'm a genius. No question in your mind that you are a genius and that the rest of the world owes, you know, you're just so much better than everybody else. Niet alleen Wall Street was in de ban van het geld verdienen. De Duitse filosoof Peter Sloterdijk legde ons uit dat ook politici verblind raakten door oneindig aanwezig lijkende voorspoed en krediet. Die politische partijen van heute arbeiten überwiegend met dem Versprechen einer besseren Zukunft oder einer Zukunft, die wenigstens der Gegenwart ähnlich ist. Das heißt, die politischen Parteien funktionieren nicht als Sammelstellen für Zorn. Das ist eine Feststellung, die dann besonders interessant wird, wenn man begreift, dass im 19. Jahrhundert vor allem die Parteien der Linken und die Parteien der extremen Rechten immer so etwas gewesen sind wie Zornbanken, das heißt Sammelstellen für das kollektive Kapital an Unzufriedenheit und politisierbarem Zorn. Die heutigen Parteien sind keine guten Zornbanken. Und auch wenn viele Privatpersonen ein kleines Sparguthaben an Zorn bei sich zu Hause besitzen, nicht? Und dieses Guthaben unter dem Kopfkissen aufbewahren oder in der Wäsche, im Schrank. Sie glauben nicht, dass es eine Partei gibt, bei der man diesen Zorn sinnvoll deponieren kann. Warum wilt u niet met de SP regeren? Maar een pakt u naar. Waarom stuurt u uw kinderen naar de school? Waarom pakt u alleen maar geld af van de mensen? Hoeveel doden accepteert u in Oeruzgan? Ja. Waar bent u het meest bang voor? Waar staat u voor? Een heel deprimerende exercitie. Ja. Nou, Stretje, als hij pist was, heb je nog wat. Ja, waarom het helder zo zonder? Nou, waarom dan met die vraag, hoe kan dat u zo'n goed programma bij me krijgen? Ik vind eigenlijk dat je gewoon moet beginnen met de vraag, waarom wil je dit eigenlijk? Ja. Dat is toch het begin? Welk is dat? Nou, maakt niet uit. Motivatie. Zit erbij, hè? Hij staat er tussen, hoor. Op een wiebelige zeepkist probeer ik te blijven staan. Het gaat... Gevolg was dat sinds Clinton, Blair en Kok politici niet meer leken te weten wat hun oorspronkelijke politieke drijfveer was. Het bleek steeds ingewikkelder om de gemeenschappelijk gedragen waarden van een samenleving te formuleren. Als er één ding is wat ik wil in Nederland de komende jaren, is dat we die verschillen weer gaan terugbrengen. De normen en waarden bij de mensen in het land is aangeslagen niet vanwege de verpleeghuizen, maar vanwege het feit dat er vuilniszakken op straat gegooid worden en dat er onbeschoft gedrag is. Zeker. Dus daar versla je hem niet op. Je verslaat hem alleen op dat solidariteitspunt. Daar is hij als de dood voor, want dat is wat zijn achterban ook niet bevalt. En dat is het cruciale punt, dat is ook het cruciale verschil tussen het CDA en de Partij van de Arbeid. Het gaat om hoe je in dit geweldige land, we zijn allemaal, als land zijn we hartstikke rijk. Hoe ga je met de verdeling van die rijkdom om? Dat is de cruciale vraag. Die kloven moeten kleiner. Dat is toch jouw normen- en waardeverhaal? Daar gaat het ons toch om. Daar zijn we toch voor opgericht. Zeggen we nou onze waarden en wat ons betreft de waarden die de komende jaren meer centraal moeten komen te staan en die ontbroken heeft de afgelopen jaren, is solidariteit en daar een hele riedel omheen? Of zeg je, het is allemaal leuk en aardig dat we meer respect voor elkaar moeten hebben en beter met elkaar om moeten gaan. Maar dat lukt alleen maar als. Ik zou het tweede vind ik een beetje zuur. Zo van, ja, je hebt dat nou wel gezegd, maar ik vind het eigenlijk iets. Terwijl als je dat eerste doet, dan ga je puur en alleen vanuit je eigen fundamenten uit. Zoals je ook wel eens vaker in interviews hebt gezegd van, what makes him tick? Waarom sta jij daar? Waarom ga jij door die enorme toestand om leider van zo'n partij te worden, waarom daag je hem uit
in die strijd om de leiding van dit land. Wat is jouw ultieme drijfveer? Dat is die solidariteit. Dat is jouw ultieme drijfveer. En dat moet je op dat moment. Die politischen Parteien geben heute allesamt zu verstehen, dass sie nicht wirklich begreifen, was passiert. Ich glaube, wir sind heute in einer Situation, die insofern historisch einzigartig ist, weil sogar die größten Experten bekennen, nicht wirklich zu verstehen, was der Grund dieser Krise ist und wie es dazu kommen konnte und warum es so wenige gewesen sind, die die Ereignisse adäquat vorhergesagt haben. Und die Politiker hängen natürlich vom Rat der ratgebenden Klasse ab, das heißt von den Konsultanten und Experten und Analysten. Und die ihrerseits hängen ab von einer Wirtschaftswissenschaft, deren beste Vertreter in unseren Tagen gestanden haben, dass sie die Natur ihres Gegenstandes, nämlich moderne Wirtschaft, nicht wirklich durchdringen. Ze zeggen dat bij de beurskrach van 1929 op Wall Street een bankier uit pure wanhoop van het beursgebouw naar beneden sprong. Een Amerikaanse komiek klaagde die avond dat effectenhandelaren op het dak van de beurs in de rij op hun beurt moesten wachten. Bij de laatste kredietcrisis van 2008 werd er nauwelijks uit vensters gesprongen. En ook nu weer, nu de euro aan alle kanten wankelt, blijven de ramen van beurzen, banken en regeringsgebouwen hermetisch gesloten. En terwijl iedereen zijn adem inhoudt, vergadert Brussel onverstoorbaar verder. And in that time, the whole edifice is beginning to crumble. There's chaos. The money's running out. But just look around this chamber this morning. Just look at these faces. Look at the fear. Look at the anger. Poor old Barroso here looks like he's seen a ghost. You know, they're beginning to understand that the game is up. And yet, in their desperation to preserve their dream, they want to remove any remaining traces of democracy from the system. Hoewel er de laatste jaren regelmatig geprotesteerd wordt, lijkt het protest weinig doelgericht en niet echt tot wezenlijke verandering te leiden. Also, Zorn is immer dan productief, wenn es einen eindeutig identifizierbaren Schuldigen gibt, der auf keine andere Weise aus seiner Funktion verdrängt werden kann. In der heutigen Situation ist nicht klar, wer durch den kollektiven Zorn aus seiner Funktion verdrängt werden könnte. Es gibt sehr suggestive Theorien, die uns erklären, dass wahrscheinlich all diejenigen schuld sind, die in den letzten 10 Jahren diese absolut verrückte Politik der niedrigen Zinsen praktiziert haben. Aber das ist zugleich eine Gruppe von Personen, gegen die man nicht wirklich Zorn mobilisieren kann. Maar als er op een dag echt geen geld meer uit de muur komt en je niet weet tegen wie je je woede kunt richten, wat dan? What should be done? Well, what they should be done is you go ahead and take the pain now. Now, granted, if you take the pain now, it's going to be sharp and it's going to hurt. There's no question. But Joost, for the past 15 years in America, we've had the worst credit excesses we've had in world history, and it spread to Europe as well. You don't just come out of a period of horrible period of excess like that and say, oh, well, that was too bad. Now it's finished. Now we can go on to bigger and better things. Somebody has to pay a price when you have a horrendous period like that. So take the pain, let a lot of people go bankrupt, you know, get it over with and start over. That's how you solve the problem. But is that possible? Is it possible to have like millions of people going bankrupt or unemployed? It's better to have millions going bankrupt and unemployed than having tens of millions down the road and people scrounging for food. Yes, of course it is. Do we look for it? Do we think it's exciting and wonderful? No, of course not. But we've had these terrible excesses. And second of all, we do have a lot of umbrellas now, safety nets now,
to help people. I'd rather have millions of people unemployed now with the safety nets than tens of millions of people where the safety nets have all collapsed and the safety nets cannot support people. Then you have riots in the streets. Then you have the end of the world, if that happens. Argentinië is ons 10 jaar geleden al voorgegaan. Binnen korte tijd daalde de nationale munt 75% in waarde, werd de toegang tot je bankrekening een jaar lang gesloten en kwam de economie tot volledige stilstand. Bueno, antiguamente cuando esto nació se trocaba directamente. Te cambio esta foto por esto. Bueno, bárbaro. Pero hoy en día miren la cantidad de gente que somos. No podría ser así. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ustedes están en la mercadería y la gente les va a abonar igualito que en el mercado formal con estos tickets que se llaman créditos. ¿De dónde viene la palabra crédito? De creer. Yo creo que la otra persona va a ser una persona de bien y que me va a dar una cosa buena o que va a ser un buen intercambio lógico y justo para todos. Hay 400 nodos en Capital hasta el día de hoy, tengo esta información, puede haber más, en Capital, en mi barrio hay más de 12, en este barrio. Es para poder ingresar a comprar o vender, hay una cola de 2 cuadras. Esto significa 2 horas, por lo menos, para ingresar. Que si no consigue comida ese día en ese nodo, no come. Si traigo servicios, ¿qué hago? Porque acá tenemos de todos. Tenemos desde plomeros, gasistas, electricistas, médicos, abogados, ingenieros, todo lo que se ocurra en el Club de Trueque existe. Si traigo un servicio, ¿cómo hago? Bueno, traigo un cartelito y lo coloco en la cartelera que está allá afuera. Otra posibilidad es olvidarse, como yo, de lo que uno estudió. Yo soy instrumentadora quirúrgica y estoy sin trabajo. Que empecé a hacer comida, que es lo que más sale. La gente se desespera. Ustedes van a ver después el patio donde hay comida, hay un mundo de gente. La comida sale, sale, sale. Otra cosa que sale mucho son los insumos. Public fridge. It's true. The crazy part is how delicious it is. It smells really good. People that I know that have lost their homes, they are okay in a way. They do lose their house. They do lose the money and the time they put into their homes. But the people I know have changed. They've moved to other cities. They have moved in with family. There's a connectedness that wasn't there 10 years ago. We were very detached and people were more interested in objects, and now people are more interested in experience. Now that's talent. Ooh. What we just did is pick public fruit from the streets of Los Angeles in the neighborhood of Silver Lake. We all live in this neighborhood, and that's how we began. We just made a map of all the trees that were like this one. What's so great about this particular neighborhood is that these trees were planted a really long time ago by we don't know who, but the public, because there's no law about the sidewalks, about who owns the space. This is the city, and behind the walls is the people's property. So in this area, there's no law that says that you can't do this. And so in the city of LA, they say that it is not illegal to pick this fruit. This tree is perfect for LA car culture, because all you have to do is drive by and stick out your hand and then drive away. But I threw fertilizer on this tree a few weeks ago. You did? Yeah, I did. Thank you, Matias. Yeah. People want locally produced, and nothing is more local than this, right? Combined with a terrible economic situation. So, of course, it's going to change the way people live in the cities everywhere. No, it doesn't look right. No, it is good. Your kids, you've got 2 kids, I would not send them to get an MBA. I know that's all the rage right now. Do not raise your children to get an MBA. You raise your children to have a real education, a real job. Let them go become miners or farmers or foresters or something where they'll make a lot of money. And
do real things for the world. Because this era of financial engineering and financial manipulation, I don't say manipulation disparaging, I mean just making money shuffling, it's not going to be true in their lifetime. That's going to change. We've had a huge bull market on Wall Street and in the financial community. That's going to change. So don't let them get an MBA. Let them get a real job and a real education. You should become a farmer. That's what you should do. You know, you find it boring, but I'm telling you, you'll make a lot more money. Yeah. The farm is gone. Oh, you kept your house and sold your farm? No. Oh, you've done it completely wrong. I told you to sell your house and become a farmer. Oh, yos. Banking has completely lost touch with its purpose, its original purpose, and is now becoming dangerous. It used to be that when some of these derivatives were first invented, they were to help your farmer, for example, hedge the value of his crop. So he wasn't speculating on the price of wheat, he was busy growing it. Now there are more people trading these commodity derivatives than are actually involved in the production of the commodity, which is completely bizarre. I know quite a lot of people in this business who are feeling a bit jaded now. People are starting to ask questions. My nice friends are starting to ask questions about their role in society. You may be making lots of money, but is it something to tell your grandchildren? Oh, you know, I was a banker. I was there when I caused the 2008-2009 crisis, etc. What are they actually doing with their lives? Or just moving this money around? This isn't necessarily such a business to be proud of. Sommigen, zoals activist Henrik Duran, proberen de financiële sector met eigen middelen te bestrijden. In een poging de bestaande welvaart op een eerlijkere manier te verdelen. Vamos a intentar otra vez hablar, porque la verdad es que es muy difícil hablar con Enric. Hola, muy buenos días, Enric. Hola, buenos días. Hombre, por fin, que antes yo te saludaba y no decías nada. Bueno, Enric, vamos a ver, ¿esto qué lo has hecho? ¿Como una reivindicación política? Sí, claro, en las páginas de la publicación Crisis lo explico bastante claro. Al final, el dinero que has conseguido de los bancos, que no les vas a pagar, supongo, no llega a 500.000 euros, ¿no? Uh-huh. ¿Pero se lo vas a devolver? ¿Se lo vas a devolver o no? No, no. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? ¿A quién nos va a dar? ¿A quién? Oye, Enric. Bueno, ya se han repartido. Está todo repartido ya. Y se ha repartido, como digo, en la publicación, 360.000 euros a distintos movimientos sociales que trabajan para construir alternativas a esta sociedad. O sea, ¿tú te sientes como Robin Hood, Enric? No, bueno, yo me siento como soy yo. No, te llaman el Robin de los bancos. Bueno. Pero te has tenido que marchar, porque claro, tú sabes que esto puede ser un delito, ¿no? Ay. Vaig a demanar préstecs amb la intenció de no pagar-los i d'una manera que el sistema financer no detectés que m'estaven deutant cada vegada més. I així com vaig anar coneixent cada vegada més com funciona aquest sistema, doncs vaig anar-ho preparant perquè en un moment donat pogués arreplegar dels bancs quantitats ja més grosses a les que havia demanat en un principi i amb l'objectiu de ja al cap de pocs mesos deixar de pagar. Luego, el mes de marzo del 2009, el 17 de marzo, coincidió con mi vuelta a España, porque yo estaba escondido, preparando esta publicación con más gente. Entonces, cuando volví a España, salió esta nueva publicación, que era una publicación titulada Podemos vivir sin capitalismo. ¿Y cómo la gente reaccionó? Pues, en general, muy favorable. Como, además, esto coincidió con la crisis financiera, con el dinero público que iba a los bancos, pues la gente estaba de acuerdo en sacar dinero de los bancos, como yo hice, porque lo consideraba que los ladrones son los bancos en general, ¿no? Entonces creo que había una opinión muy, muy favorable y que esto ha ayudado a que de momento solo haya pasado 2 meses en la cárcel, porque la gente quería que yo no estuviera en la cárcel. Well, money is not something which grows on trees. It's not something which you dig out from the ground.
Money is a human construct which enables us to exchange goods and services. And actually, it comes out of the blue sky. When people asked Ben Bernanke in October, in the spring of this year, Ben Bernanke gave an interview to CBS television. And he was asked by the interviewer, where did you find $160 billion to bail out AIG? And did you raise it from taxes, said the interviewer. And Mr. Bernanke said, no, no, no. He said, we found the money in exactly the same way as your commercial bank finds the money. We have a computer, and we entered a number into the computer, and we charged it to AIG's account. That's how we found $160 billion to bail out AIG. And Mr. Bernanke is absolutely right. That is how credit is created, and that is how money is created in the first instance in our banking system. But because it is created so easily and so simply, that is why it has to be regulated. When you grow tomatoes, you have to dig the soil, you have to wait for the sun to shine and the rain to fall, you have to employ labor to harvest the tomatoes, and then you have to take them to market. You don't have to do that with money. You enter a number into a computer and you charge it to an account. For that reason, money must be treated differently from tomatoes. Als banken niet meer doen waar ze ooit voor bedoeld waren, welke middelen kunnen we dan als samenleving inzetten om excessen aan de kaak te stellen? Walter Kalbiati is rechtbankverslaggever en op weg naar de eerste Europese strafzaak waarin een overheid, de stad Milaan, de financiële sector beschuldigt van criminele activiteiten. Oggi inizia il primo processo europeo, diciamo, contro quattro grandi banche. Sono le banche che hanno venduto al Comune di Milano dei contratti derivati legati a un prestito obbligazionario. Questi istituti sono UBS, Deutsche Bank, JP Morgan ed EPFA. Hey Luca. Cioè non stiamo parlando di un comune della provincia sperduta in un angolo dell'Italia remota, cioè stiamo parlando di Milano, la città che è la capitale finanziaria del paese e in comune il bilancio è un bilancio simile a quello di un'azienda. È questo che non si capisce, come si siano potuti farsi prendere in giro, no? E così se io oggi per salvare in bilancio un buco da 100 milioni mi espongo a un rischio infinito, cioè che è quello del possibile fallimento delle banche che mi hanno venduto questi contratti derivati, oppure al possibile declassamento dell'Italia, che mettiamo possa fallire anche lei, è chiaro che per guadagnare 100 mi espongo a un rischio di magari 1,6 miliardi che poi è finito perché è quello che io rischio di perdere, no? In de rechtszaal verzamelen zich de rechter, de openbaar aanklager, berucht om processen die hij tegen Google en Berlusconi voerde, de 21 advocaten van onder meer Deutsche Bank, JP Morgan, UBS en DEPFA, met hun assistenten, een enkele schrijvende journalist en de onopvallende PR-medewerkers van alle betrokken banken. Foti Alessandro, contumace gli avvocati Giuseppe Bana e Giovanni Ponti, ambedue presenti. Questo è sicuramente il primo caso europeo in cui le banche vanno davanti a un giudice penale e può avere una ripercussione pesante se pensiamo a quanti enti in Europa e in Italia hanno stipulato contratti derivati con le banche. Se pensiamo per esempio che in Italia il debito è di 1.600 miliardi di euro e il giudice deve dire è giusto o no far soldi in questo modo, questa è truffa o no, e questa è la vera questione. Invito quindi le parti a presentare le proprie richieste di prova. Heel Europa, van Italiaanse gehuchten tot het Franse Saint-Étienne, van het Letse Riga tot Leipzig, is in deze financiële valkuil gelopen.
De rechtszaak is na anderhalf jaar nog steeds bezig. En de uitspraak wordt niet eerder dan de late lente van 2012 verwacht. Paula Severino, destijds een van de advocaten voor Deutsche Bank en DEPFA, is nu zelfs minister van Justitie in het technocratenkabinet van minister-president Monti geworden. Maar moeten we ons neerleggen bij het idee dat de mens altijd alleen maar op zijn eigen gewin uit zou zijn? De vanzelfsprekendheid waarmee veel economen zich op de menselijke natuur beriepen in hun verdediging van de vrije markt, is inmiddels omstreden. Biologen eisen hun rol op bij het verklaren van de menselijke natuur. Frans de Waal, apenonderzoeker, is zo iemand. In feite hebben we een maatschappij gecreëerd waarin solidariteit en empathie soort van teruggedrukt zijn. Ze zijn natuurlijk helemaal niet helemaal verdwenen, maar onderdrukt zijn. En waarin iedereen zei van als je maar genoeg incentives biedt, weet dat beloningen voor werk biedt, werken de mensen hard en doen ze het beste en dat is allemaal goed voor de economie. En wat we nu gekregen hebben is een ramp in feite, omdat al die andere aspecten van het menselijk gedrag vergeten zijn. Altruïsme in de biologie wordt vaak gedefinieerd, maar zonder motieven te noemen, wordt vaak gedefinieerd als iets wat mij iets kost en jou een voordeel biedt. Dat is altruïsme. Maar natuurlijk, er zit ook een motivatie achter. En een motivatie is vaak empathisch, heb ik het idee, althans bij de zoogdieren. En wij doen er onderzoekjes aan, dus we doen bijvoorbeeld onderzoek bij apen. Waarbij bijvoorbeeld kapucijnapen, die we twee buisjes geven van verschillende kleur. En ze kunnen dan kiezen welke van de twee ze willen. En als ze maar vaak genoeg kiezen, dan ontdekken ze dat een van die twee, die geeft alleen hen zelf een beloning. En de andere, dat noemen we het prosociale teken. De prosociale, die geeft allebei de apen die daar zitten een beloning. En dan na ongeveer 30 keuzes gaan we kijken welk van die twee buisjes prefereren ze nou. En de meeste apen prefereren tegen het einde degene die voer biedt aan allebei. We kunnen ideeën toepassen uit de evolutieleer op de mens. En dat de mens een geëvolueerd wezen is. En dus bijvoorbeeld in plaats van te kijken naar, laten we zeggen, cultuur en moraliteit en politiek. Dat is iets wat we zelf bedacht hebben sinds de Franse Revolutie of zoiets. Want dat is hoe die mensen vaak denken. Is dat je ook kunt zeggen van dat is iets wat in de mens zit en wat er al heel lang in zit. Veel langer dan een paar honderd jaar of een paar duizend jaar. Maar het zit er miljoenen jaren al in. En wij stammen af van primaten die ook al een heleboel van die neigingen hebben. En dus die hele continuïteit kun je benadrukken. En je hebt in feite bij de mens heb je met een hele sociale soort te maken. Die inderdaad competitief is, en dat wordt niemand ontkent dat, en zelfzuchtig is. Maar ook een sterke neiging heeft tot bandvorming en samenwerking. En dus de mens is een veel socialere soort dan werd aangenomen. Hoe meer ik afhankelijk ben van jou en jij van mij, dus wederzijdse afhankelijkheid, hoe meer wij bereid zijn onze conflicten op te lossen. En dat is een algemene regel bij de apen, is dat ze conflicten oplossen vooral met degene waar ze van afhankelijk zijn. En dus dat je, als je in een maatschappij die wederzijdse afhankelijkheden omhoog kunt schroeven, zodat mensen vinden dat ze er meer bij betrokken zijn, bij wijze van spreken, dan krijg je waarschijnlijk ook dat ze meer geïnteresseerd zijn in veiligheid en conflictoplossing binnen de samenleving. Dan stellen ze zich voor dat alle steuern die der Staat einnimmt, niet meer door zwang eingenomen werden, sondern freiwillig bezahlt werden. Dat is mijn suggestie. En ik behaupte, dat würde das ganze gesellschaftliche Leben radikal verändern. Wenn wir vom Steuerzwang auf das Geschenk an die Allgemeinheit umstellen. Es wäre sozusagen eine Art idealistische Umprogrammierung der Gesellschaft. Dabei würden genau dieselben Beträge bezahlt, nur dass sie eben nicht mehr gezwungen sind, sondern freiwillig sind. Und dann würden nämlich die Geber mit einem Mal sich dafür interessieren, was mit ihrem Geld geschieht. Das ist mein eigentlicher Hintergedanke.
Und dann würde eine viel intensivere soziale Kohärenz entstehen. Ja, weil die Geber begleiten dann ihr Geld sozusagen bis an den Punkt der Allokation. Dort, wo es wirklich gebraucht wird. Der Vorschlag selber hat eine diabolische Komponente. Man spürt nämlich eines ganz genau, die Menschen denken automatisch, dann geben wir alle nichts mehr. Ja? Weil sie verstehen nicht den Witz dieses Vorschlages. Ja? Nämlich ich sage, in dem Augenblick, wo das freiwillig wird, es kann sein, dass zuerst mal eine Deflation eintritt, dass die Menschen sehr viel weniger geben. Aber dann erschrecken sie darüber, weil man erkennt, dass sie geizig sind und dass sie gierig sind und dass sie in einem niederen Spiel sich engagiert haben. Ja? Nämlich in dem Greedy Pig Game. Ja? In dem Augenblick, wo Menschen etwas wohlhabender werden, verändert sich die psychologische Struktur und die thymotischen Qualitäten, das heißt der Stolz, geht gegenüber der Gier in Führung. Das ist das, was sich die Deutschen nicht vorstellen können. Sie glauben alle, dass der Nachbar auch ein gieriges Schwein ist und vor allem, dass der Nachbar nicht zahlen würde. Sie würden ja vielleicht noch zahlen, aber der Nachbar würde nicht zahlen, weil so wie man den Nachbarn kennt, ist er ein gieriges Schwein und er zahlt nicht. Ja. Aber was Sie nicht wissen, da müsste man nach Arabien schauen oder noch mehr in die USA, es tritt nämlich dann eine sozialpsychologische Veränderung ein und es beginnt ein Wettbewerb zwischen stolzen Menschen, um den Vorzug als gebender Mensch erkannt zu werden. Ja? Und wir sind alle im Grunde genommen durch den Staat in die Position von armen Schweinen gebracht worden oder gierigen Schweinen gebracht worden, denen man mit Hilfe des Fiskus oder des Gerichtsvollziehers die Hälfte ihres Einkommens wegnehmen muss, weil man glaubt, sie würden sie nicht von selber geben. Nicht? Das ist der entscheidende Punkt. De Europese crisis nadert nu een kookpunt. Het wantrouwen van de financiële markten in Europa naar politieke leiders is massaal. En die politieke leiders moeten nu laten zien wat ze waard zijn. En in zo'n hoge drukpand situatie gebeuren er natuurlijk gekke dingen. Tijden van crisis dwingen tot het zoeken naar onwaarschijnlijke oplossingen. Bijna een jaar geleden maakte Tegenlicht een scenario onder de welluidende titel Het jaar dat de euro valt. De eerste vier hoofdstukken hebben zich de afgelopen maanden stuk voor stuk, soms bijna angstaanjagend letterlijk, ontrold. Nu is alleen het laatste hoofdstuk over. Zou het kunnen dat de macht van de financiële markten zo groot is geworden dat ze alleen nog door een afgedwongen Europese superstaat kan worden ingeperkt? Ik reken op de Europese politieke leiders. Die laten Europa niet vallen. Let maar op. Ik krijg nu iets door van de regie. Er is groot nieuws uit Europa. U weet, ze hebben zich wekenlang afgezonderd in een hermetisch afgesloten paleis Versailles. De leiders van de noordelijke en de zuidelijke eurolanden, van de rijke en de onder schuldenlast zuchtende landen. Er stond niets minder op het spel dan de toekomst van Europa, van de Europese Unie. Niemand wist wat er besproken werd, maar sinds vanmiddag beginnen de eerste contouren van wat al omschreven wordt als een revolutionair reddingsplan zich af te tekenen. We schakelen snel over naar het park rond het paleis van Versailles, waar de wereldpers en ook zij al wekenlang bivakkeert. Goedenavond, Saskia Dekkers. Ja, Philip, ik ben even op een rustige plek gaan staan. Daar bevinden zich massa's journalisten. Maar dat komt omdat ik dit document in handen heb gekregen. Het is een geheime verklaring. Die is me toegeschoven door een medewerker van president Sarkozy. En wat er in deze verklaring staat, is schokkend, maar ook heel opvallend. Want de leiders zeggen dat gezien de ernst van de situatie en de dreigende ineenstorting van de hele financiële markt van Europa, ook om een laatste poging om een crisis van 1929 te voorkomen, hebben ze gezamenlijk besloten, en ik lees het even voor, dat er binnen een paar dagen al de oprichting komt van de Verenigde Staten van Europa. En zeggen ze, er is geen andere mogelijkheid, geen weg terug. Er komt geen referendum, en ik lees nog even voor, want elk uur wachten kost Europa miljarden en maakt de kans op een ramp
alleen maar aannemelijker. Verenigde Staten van Europa, wat moet ik me daarbij voorstellen, Saskia? Ja, Philip, daar is natuurlijk goed over nagedacht. Binnen die Verenigde Staten van Europa zullen alle Europese landen gelijk zijn. Iedereen zal zich aan dezelfde wetten en regels moeten houden. En het maakt voortaan niet meer uit of je Berlusconi heet of Leterme. Er komt ook een gezamenlijke Europese regering. Die wordt gewoon via verkiezingen aangesteld. Maar vooralsnog zal die regering worden samengesteld door Europese deskundigen. Die gaan de Unie voorlopig leiden. En er is ook al een beslissing genomen over het leiderschap. Dat komt in Frans-Duitse handen. Ze zijn het eens geworden over de volgende verdeling. De eerste 2 jaar zal Angela Merkel vanuit Versailles Europa gaan leiden. Daarna wordt het Nicolas Sarkozy vanuit de Rijksdag in Berlijn. En zo zal het elke 4 jaar om en om gaan. Saskia, je bent wel het een en ander gewend als Europa-correspondent. Wat vind je hiervan? Ja, ik heb dit als journalist in mijn carrière nog niet meegemaakt. En ik denk dat je dit bijna ook als een coup kunt bestempelen. Maar volgens mij zijn de leiders uit een soort paniek en ook onder zware druk akkoord gegaan hiermee. Wat dit voor de individuele landen betekent, minder macht, minder soevereiniteit, maar de wereld heeft er vanaf nu een supermacht bij. Slot. De hoogste vorm van solidariteit op mijn vakgebied dan, is in wezen om de mensen te waarborgen en het vertrouwen te geven dat het geld wat ze hebben zijn waarde zal behouden. Het is een beetje ver gezocht, maar daarin zit een gevoel van solidariteit. Is dat de drijfveer voor u? Nee, dat is een opdracht. Die je hebt en daarmee de opdracht wordt dan een drijfveer. Maar de opdracht is om voor dit hele grote gebied Europa met één geldeenheid, om daar één centrale bank, één autoriteit voor neer te zetten. En dat is een langdurige opdracht. Dat duurt jaren voordat dat ene instituut het vertrouwen heeft van de hele bevolking. Het is niet, dat zal ik niet eens meer meemaken, dat dat proces voltooid is. We zijn nu in mijn trots, de wijnkelder. Wat betekent geld voor jou? Wat geld voor mij betekent? Niks kun je uitgeven.